In De Vliegende Vlaming rijden twee bekende Vlamingen om het snelst een ronde tegen de tijd op het circuit van Zolder. Vandaag ontvang ik Geert Hunaerts en Jan van Loveren. Mwah, twee echte mannen. Vrienden, welkom in Zolder. Het is zomer in de lente. En hier staat dus de geweldige Chevrolet Cruze in de WTCC-versie. Is er sprake van enige nervositeit als je dit ziet? Nee, totaal niet. Nee. En Geert, heb jij circuitervaring? Mijn circuitervaring beperkt zich eigenlijk tot de kleine, de kartjes. Wat soort chauffeur ben jij, Jan? Toch rustig. Dus niet zo de MLF-macho die zegt, kom jongen, allemaal uit de weg. Jawel, jawel. Oh, ja. Jawel, tuurlijk wel. Maar knippen, hè. Geert, heb jij veel verkeersboetes en zo? Mijn BMW'tje, dat is... BMW is sowieso sportief rijden, dus daar hou ik wel van. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik alles aan mijn laars lap en dat ik veel te snel rijd. Dat is niet mijn stijl. Dat ziet u. Maar bon, dus op het circuit, daar kunnen we zo snel rijden als we willen. Circuit is echt wel een mannenzaak precies, toch? Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik ben er ook helemaal op gekleed. Ja, ik zie het. Een geweldige race-schoenen. Ja. Geert, jij riskeert dus van geklopt te worden door iemand op zijn sloffen. Hè? Ja, wel, voilà. Dat mag niet gebeuren. Hè? Dat zal ook niet gebeuren. Nee, okay. Dat is goed. Een gezonde competitiegeest. Wie gaat er winnen? Ja! Ja! Vrienden, we hebben alles klaar. Dus handschoenen, helmen en pakken. Ga en maak jullie klaar. Tot zo meteen. Ready. Moet ik daarin kunnen of zo? Is dat de bedoeling? 52? Ja, ja. Hey. Tussum. We hebben hem. 54. Is het wel alfa? Ik wil dat echt proberen, zeg maar. Kijk, dat ligt niet naar boven. Goed, jong. Dat ziet er mooi uit. Jeffrey van Hooijdonk, onze auto-tv-piloot, zal zijn handen vol hebben. Grijpt hij? Dan doet hij zo, ja. Hop. En dan mogen we niet hem. Vangelijk. Allee, we zijn weg. Allee, we zijn weg, zo'n Jeff. Niet remmen. Nee. En gas. Hé, draai nou, jong. Die bocht hier begint wel, hè. Ja, het is dat, sorry. Ik wacht echt op u, hè. Ja, ik geef gewoon vol gas. Ja. Met die sletjes, jongen. En dan links. Yes, ja. Oké. Okay. Zie, je zit helemaal in de knoop, hè, om mijn wanden. Allee, je zit de wanden even neer. Ja. Ja. Oké. Okay. Wat? Zeg, wat vond je daarvan? Dat is al kikken, vind ik. Oké. Okay. Zie, je zit hier al aan de binnenkant en de bocht moet nog beginnen. Het is dat, hè? Wil dat niet op je ogen? Nee. Nee, okay. Nee, chef. Nee, nee. Nee, nee. Wow, Geert. Wow. 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 Wat? Wat op je rem los? Emoties in de cockpit. Dat belooft. Laat ons veiligheidshalve maar beginnen met Geert. Jeff, je ziet dat hem gas geeft, hè? Kun je dat doen? Van begon ervoor. Hé, la. Hé. Niet zenuwen. Uit, hè. Oké, Geert, klaar? Ja, ja. 3, 2, 1. Go, go. 3, 2, 1. Sportieve start. Vol plancher. Oké, we zijn weg. Go, go, go. Rem los. Ik heb hem daar niet zuiver genomen, in eerste. Wow, we zijn hier al lichtjes aan het driften. De ideale lijn iets beter gevolgd. Oké. Het is gewoon snel. Dat is echt zo het einde van de wereld. Ingaan, joh. Ingaan. Ah, ja. En volgas. Ik kan niet zo beet wegvliegen. Hé, hey, niet los die rem. Oké, okay, volgas. Geconcentreerd 100% op de baan. Ja, ja, ja. Oké, okay, nog één bocht. Op uw voet en handenwerk. Don't push your luck. Overmoed is gevaarlijk, hè. Hé, hey, nee. Oh, niet remmen. Komt meestal voor de val ook. Geert, jongen, je hebt chance. Maar je hebt zonder chance dat je op de baan blijft. Klein risico in de verte, wordt heel snel een groot. En... Stop. Dat was het. Ah, goed. Nee, joh, jawel, nee, je hebt goed gereden, jongen. Echt waar. Ik zou nog niet panikeren, Geert, want Jan rijdt op sletsen. 3, 2, 1, go! Laat de gas en druk naar rechts. Ik ben nooit zenuwachtig. En goed luisteren, hè, wanneer ik zeg rem. De gif, die heeft mij zenuwachtig gemaakt. Miljarden, dat is rem. Miljarden, dat is rem. Dat leek wel mijn vader zo tijdens mijn rijexamen. Zo kende dat. Rem los, maar insturen ook, hè, Jan. En gas. Jeffrey, die was bij mij in slaap gevallen.
dan kunnen ze even schonen. Allee, Jeff, wat moet ik doen, joh? En dan is zo'n wekker geschoten. Sturen, vol gas. Kom aan. Niet zo hard draaien, dat is niet nodig. De blindeneuvel, zoals ze zeggen. Ja. Gas. Uw handen schoon naast elkaar. En dan daarachter in die bochtje. Rem. Blijven remmen. En insturen. Hop, erover. Oh, Jan, nog een beetje remmen, jongen. Hop, erover. Oh. En dan moest ik van met mijn voet naar mijn rem gaan, maar dan bleef ik zo met mijn slits achter die rempedaal hangen. Dus. Had je geen schrik, joh? Nee, ja, ik wel. Mooi, Jeff toch. Maar voor de rest heb ik mijn bandjes altijd gehoord en dat vind ik wel leuk. Ik zag ons al in de muur hangen. Mooi, jongen. Toch. Ik zwicht dat eens 5 minuten. Allee, doe de oogjes die. Jan, oké, okay, ik doe me nog toe. Rem. Oh, rustig. Dan heeft hem gezwegen en dan ben ik, heb ik een beetje zand geraakt. Dat is niet erg. Rustig blijven. Kijk, hey, Jeff, jong. Jeff, rustig. Kom dan. Ik denk dat het bij mij heel vlot verloopt. Hier gaan we terug van de baan, hè. Wiekse? Nee, we zijn wiekse. Voilà. MLF, ja. Zo moeilijk is dat toch allemaal niet? Oh, Jan. Ik ben blij dat we zijn. Ik zag hem staan met zijn kroon. Nog 100 meter in. Top! Ja, zou ik veel seconden verloren hebben, Jeff? Ja, denk het wel. Vrienden, het verdict is gevallen. Hier gaat het allemaal om de schitterende vliegende Vlaming Wisselbeker. Geert, jij was als eerste aan de beurt en jij hebt de ronde afgelegd in 2 minuten, 29 seconden en 75 honderdsten. Jan, jij hebt de ronde afgelegd in 2 minuten. Nee, 6 minuten. 2 minuten, 32 seconden en 500ste. Gefeliciteerd, Geert. Jan, ik denk, had jij daar die slipper niet gemaakt op het einde, dat je misschien hem had kunnen... Spijtig. Het is even Chef die mij uit mijn concentratie bracht. En dan ben ik geslipt. Dat staat ervoor bekend. Ja, de Chef. Hè. Mooi geprobeerd, Jan. Maar er kan er maar één de beste zijn. En dat is vandaag Geert Hunaerts, met een scherpe tijd. En ook in ons algemeen klassement blijft die tijd overeind. Geert wordt nipt tweede. Jan, die zet zich eervol op een 6e plaats.